En dat is de eerste stap van je basis setup. Is je moet dit gaan. Dit is chaos. Je moet het gaan ordenen. Want je ziet niet snel wat belangrijk is. Hey, welkom bij Dopecash. Ik ben Chris. Ik ben Barry. En zeker voor beginners is het belangrijk om stap voor stap te leren. Heel veel mensen willen met 180 op de linkerbaan, vol gas, veel risico's. Terwijl als jij gewoon netjes op de rechterbaan 100 blijft rijden, je ook op je bestemming aankomt. Je minder kans krijgt op boetes, / leergeld. Minder risico op ongelukken. Maar je komt op dezelfde bestemming uiteindelijk uit. Alleen op een veel relaxtere manier. En we merken dat echt heel veel mensen die hier net mee beginnen, die willen het liefst, logisch ook wel ergens, zoveel mogelijk procenten, zoveel mogelijk winst in een zo kort mogelijke tijd met hoogte risico. Ze maken het voor zichzelf veel te moeilijk. En begin dus niet op deze manier. Ja, weet je wat het is? Meestal als mensen beginnen, denken ze, oké, dit heb ik nodig, anders kan ik niet winstgevend traden. Want de trader waar ik naar kijk, gebruikt dit ook allemaal. Want de experts, die doen het ook zo. Onzin. Ten eerste, misschien als de experts daar al klaar voor zijn, kunnen ze wat geavanceerdere charts gebruiken, omdat diegene daar al aan gewend is. Ja. Als je dat nog niet bent, moet je bij de basis beginnen. Moet je gewoon stap voor stap rustig dat op gaan bouwen. Je kan niet gelijk in diepe springen. Zeker niet als het om crypto gaat. Het is je eigen geld. En als je dat doet, loop je gewoon heel veel risico. Ja. Je gaat echt bewust het risico opzoeken. Het belangrijkste is, en dat adviseren we aan iedereen altijd, probeer nou een keer je eigen plan, je eigen systeem te ontwikkelen. Je mag van mij, uiteindelijk, als je er klaar voor bent, mag je van mij toevoegen wat jij maar wil. Als jij graag als jij werkt met, er fijn bij voelt en als het lekker werkt. Indicator A of indicator B of trucje A of methode B. Ja. Allemaal prima. Dat is ook zo. Maar bouw het gewoon rustig op en ontwikkel het zelf. Dus het eerste wat we gaan doen is alles weg. In de prullenbak, ja. Maar weet je wat ik. Mensen denken inderdaad altijd hoe des te ingewikkelder het eruit ziet, des te beter het is. Ja. Maar Richard zegt dat ook. Christy heeft natuurlijk al 15 jaar ervaring met aandelen Forex. Heeft genoeg contacten opgebouwd. Ik denk dat hij zichzelf wel een expert kan noemen, toch? Ja. Die zegt ook gewoon, het is niet nodig. Het hoeft niet. Tuurlijk kan het en kan je het gebruiken. Maar als jij de chart kan lezen, kan je al lezen wat die RSI aangeeft. Kan je al zien wat die Bollinger Bands aangeven. Je hebt het eigenlijk niet nodig. Als je de chart kan lezen. Maar dan zeg je gelijk het magische woord. Als je de chart kan lezen. Ja. Want alle informatie die jij nodig hebt om te traden, staat daar. Ja. Staat en op de chart. Ik ga het nog een keer zeggen. Ik vind het altijd mooi dat Jip en Janneke taal het gewoon proberen zo simpel mogelijk te maken. Als jij een boek openslaat, begin jij niet met lezen. Je gaat niet lezen wat er staat. Je doet dat boek open en je ziet wat er staat. Dat zie je. Ja. Je leest vanzelf. En dat moet met de chart dadelijk ook zo gaan. Als jij de chart opent, oké, zo staan we er dus voor. Dat moet je gelijk kunnen zien. Als je begint met traden, het eerste wat je ziet als je elk trainingsscherm opent, is dit, het chartgedeelte. Hier staan gewoon alle candles, prijs en tijd. Ja. Meer heb je niet nodig. Wat we voor ons zien, is al oude prijsactie. Dat is gewoon de interactie van de koers met bepaalde belangrijke punten. Sinusbewegingen, gewoon de bewegingen van de koers. Het enige wat we hier hoeven te doen, en dat is de eerste stap van je basis setup, is je moet dit gaan. Dit is chaos. Je moet het gaan ordenen, want je ziet niet snel wat belangrijk is. Dat kan je bijvoorbeeld doen door het plaatsen van leveltjes. Dat doen we heel vaak. Of het plaatsen van trendlijnen. Als ik nu al kijk, zie ik al gewoon deze twee lijntjes. Die verschaffen me nu al zoveel informatie. Die laten gelijk zien, oké, dit is een belangrijk level. Ik hoef niet alles wat hier tussen staat, daar hoef ik niet meer op te focussen. Daar hoef ik niet meer op te letten. Die druk daarvan valt gelijk weg. En je ziet gelijk wat er belangrijk is. Die levels plaatsen, dat moet je leren. Dat gaan we hier niet uitleggen. Dat moet je leren. Daar hebben we heel veel filmpjes over gemaakt. Alleen het gaat erom dat mensen moeten begrijpen hoe je een setup kan bouwen en hoe je daarmee begint. Ja. Dat is stap 1. Stap 2 is altijd, en hij staat meestal aan,
wat belangrijk is, is het normale volume erbij zetten. De indicator die je altijd gebruikt. Ja. Die gebruik je altijd. Die moet erbij staan. Ja, kijk, het volume ondersteunt hetgene wat hier gebeurt. Kijk, hier kan wel een hele grote rode of groene candle staan. Als daar geen volume in zit, had het dus ook weinig betekenis. Zit daar wel veel volume in, weet ik, oké, dit is belangrijk. Dit is een belangrijke prijsactie. Het zijn twee dingen die horen bij elkaar, als check en vloe. Die dingen die heb je nodig, anders dan, ja, dan kom je er niet. Nee, dat is gewoon zo. Deze dingen horen bij elkaar. Ja, en dan komen we eigenlijk pas bij het puntje aan. Dit is de basisanalyse, dit is technische analyse. Ja. Dit is zelf lijnen trekken. Als jij dat op een gegeven moment wil gaan conformeren, want je moet conformeren, dan mag je pas eventueel van mij een indicator daarbij gebruiken die bij jou aansluit. Die jij prettig vindt werken. Ja. Maar zie je pas hoe ver in dat proces die indicator erbij komt. Ja, is ook gewoon echt zo. En dan zeggen ze, ja, mensen tekenen altijd maar een chartje, een lijntje hier, een lijntje daar. Maar die lijnen hebben wel degelijk een betekenis. Kijk, neem ik bijvoorbeeld de Bollinger Bands erbij. En weet je wat ik dan echt aan beginners adviseer? Ga je eerst dan een klein beetje, voeg niet zomaar die indicator toe. Nee. Ga je verdiepen in die indicator? Ja, maar inderdaad, ga je erin verdiepen. Heel veel Engelse kanalen ook, die zeggen, oké, you want to start trading? Bollinger Bands, sell, buy. That's it. It's easy. Ja. En wat doen mensen? Die gaan Bollinger Bands gebruiken. Oh, bovenkant verkopen, onderkant kopen. Simpel zeg eigenlijk. En als je alleen maar puur afgaat op die informatie, ja, dan gaat het ook gewoon te vaak fout. Verdiep je ook echt in de indicator wat hij doet. Ja, je moet echt, dat is echt belangrijk. Je kan niet, maar daar komen we ook gelijk bij het belangrijkste punt. Dat is ook de reden dat je die indicatoren pas zo laat toevoegt. Je kan hier niet blind op varen. Je kan niet treden op een indicator. Je kan een extra conformatie halen uit een indicator. En wat doet die indicator dan? Of wat doet een extra conformatie? Ja. Je begint in het midden. Je weet niks. Dus zonder alle info is het 50-50. Je gaat je lijntjes toevoegen. Oké, er komt er een paar procentjes bij. Omdat je denkt, oké, we gaan waarschijnlijk nu naar boven. Dat wordt dan een 60% of zo al. Met die indicator komt daar weer eens een keer 5% bij. En uiteindelijk kan jij een TA voor jezelf gemaakt hebben waarvan je denkt, oké, ik denk nu dat het 70, 75% aannemelijk is dat dit gaat gebeuren. 100% zeker kan je met technische analyse ook nooit weten. Nee. Alleen al die puzzelstukjes bij elkaar zorgen ervoor dat het een iets helderder beeld geeft wat er mogelijk staat te gebeuren. Ja, dat is eigenlijk hoe je een basis setup maakt. En het ziet er heel simpel uit, want dit is ook de basis is simpel. Ja. Als jij dit langzaam opvoert, kan je het daarna zo geavanceerd maken als je zelf wil. Ja, maar het dat gaat is het erom ook. Dat je als jij de prijs basis herkent, snapt, dan kan je ook zelf bepalen wat je gaat doen. Het is niet dat je dan nog moet, kan ik dan dit of kan ik dan dat? Nee, want als je de basis snapt, weet je zelf wat je toe kan voegen. Ja, is ook zo. Nog wel een paar tips. Eén tip vind ik wel echt belangrijk, zeker als beginner. Vermijd in het begin echt, ja, vermijd hem liefst gewoon in zijn geheel, want je hebt hem niet nodig. Vermijd die signaalindicatoren. Je hebt ook indicatoren die je dan toevoegt en dan staat er dan zo'n groen of rood pijltje bij instappen, uitstappen. Ja, en mensen denken inderdaad dat zo'n signaalindicator het magische dingetje is. Maar wat doen die signaalindicatoren? Die geven jou eigenlijk gewoon aan, oké, de Bollinger Band bevindt zich nu aan de bovenkant en de Bollinger Band bevindt zich nu aan de onderkant. Ja. Alleen in een andere vorm, want hij zegt, oké, hier kopen, hier verkopen. Maar eigenlijk is het gewoon een Bollinger Band in een ander jasje. Meer is het niet. Het gaat erom dat jij altijd uiteindelijk zelf de beslissing moet nemen. Neem je een trade wel of niet? Dat laat je niet over aan de indicator. Nee. Andere laatste tip ook nog. Als je een systeem gaat ontwikkelen dus voor jezelf. En je voegt, in dit geval hebben we een Bollinger Band toegevoegd. En je gaat traden, je gaat testen. Test dan niet één dag. Dat werkt niet. Je moet een systeem de tijd geven om te kunnen werken. Ja. Noteer ook al je trades, dat is heel belangrijk. En kijk of er progressie in zit. Zit er geen progressie in? Ga analyseren waar het fout gaat voor jezelf. Ja, probeer dit echt een langere tijd. En wat bedoel je dan met een langere tijd? 2-3 maanden misschien. Ja, probeer het echt uit. Ja. En zorg dat je alle ins en outs weet, hoe die beweegt, wat die doet. En dan pas kan je oordelen of die voor jou daarna kan je het gaan tweaken. Daarna kan je hem gaan bijschaven en bijstellen. Dat hoor je te vaak. Mensen, oké, ik heb deze indicator geprobeerd 2 dagen, maar is niks voor mij hoor. Is niks voor mij. Dan denk ik, ja, in 2 dagen tijd. Dat kan niet. Dan is er misschien ook nog eens een keer heel weinig prijsactie geweest. Je kan niet in 2 dagen tijd bepalen of een indicator werkt of niet. En mensen willen te snel, snap ik. Maar neem echt je tijd voor traden. Het gaat om centjes, het gaat niet om pepernoten. Dus maak gewoon je huiswerk. Trainingssysteem. Vonden jullie het weer een leuke video? Druk sowieso even op die duim. Op het belletje krijg je een notificatie als we een nieuw filmpje posten. En abonneer sowieso op dit kanaal. Onderaan de video vind je alle links terug naar dopey.nl voor onze eigen merchandise. Dopeycash.nl voor platinum 1-op-1.
Alles staat onderaan deze video. Heel erg bedankt voor het kijken en we zien jullie de volgende keer. Laters.